Van harte welkom bij deze aflevering van SZF Magazine, uw wekelijkse infostop van uw trouwe zorgpartner uit SZF. Vandaag besteden we aandacht aan het belang van de verschillende SZF units en kantoren die zowel binnen als buiten Paramaribo zijn gevestigd. Ook krijgt u enkele bekendmakingen in verband met de openingstijden van de komende dagen. Het decentraliseren van de dienstverlening staat hoog in het vaandel van het SZF. Ten einde de gemeenschap beter van dienst te zijn, zijn er op strategische plekken SZF-kantoren en units geplaatst. Het doel hiervan is ook om de gemeenschap de drukte en een stukje loperij te besparen. Vandaag praten we met Hardayal Shashikala, het hoofd van unit en SZF-kantoren. We hebben in totaal 8 SZF-kantoren van Mongo naar Nikeri, verspreid in alle districten. We hebben 4 units in de stad, in de 4 grote ziekenhuizen en 1 unit in het ziekenhuis van Nikeri. U heeft aangegeven waar ze overal verspreid zijn, die SZF-kantoren. Hoe werken deze kantoren in vergelijking met het hoofdkantoor aan de Fred Derbystraat? Oké. Op een SZF-kantoor, bijvoorbeeld op Taman Regio, hebben we ook een SZF-kantoor. Daar kan men terecht voor alles, voor bijna alles waarvoor men ook op het hoofdkantoor kan. Men kan verzekeringen kopen, aanvragen. Vrijwillig, BZV vrijwillig. Men kan de BZV aanvragen daar doen, de BASO aanvragen. En het wordt gelijk afgehandeld daar zo. Alleen de vrijwillige verzekering heeft een kleine wachttijd. Ze kunnen ook hun restitutie aanvragen indienen. Dat gelijk wordt afgehandeld. Er zijn enkele restitutie aanvragen waarbij ze een infodatum krijgen. Die worden dan naar het hoofdkantoor opgestuurd en na afhandeling krijgen ze terug en de verzekerde mag zijn geld daar gaan innen. Verder kunnen ze de premies daar contant betalen. Ze kunnen ook ontheffingen voor medicamenten aanvragen. Ze kunnen ook garantiebrieven ten aanzien voor ziekenhuisopnames voor de basoverzekerde ook op het kantoor aanvragen. Hoe staat het met de dienstverlening op deze filialen of op de SZF-kantoren? De dienstverlening verloopt goed. Ze zijn allemaal geconnect met het hoofdkantoor. Dus ze zien ook gelijk wat de veranderingen in het systeem zijn. Men hoeft niet lang te wachten. Meestal is het niet zo druk. Men wordt gelijk geholpen. Men kan gelijk beschikken over hun kaart, over een nieuwe kaart, over een kaart die ze hebben verlengd. En net wat ik u ervoor zei, ook de restitutiebedragen worden ook gelijk uitgekeerd. Veelal, zoals opticien, fysio, diëtiek en ziekenhuisaandelen worden gelijk uitgekeerd. Maar als we zo hebben gekeken naar de afgelopen periode dat SZF een aantal bijkantoren heeft geplaatst, verspreid over de strategische plekken in het land. Is het bewezen dat het nodig was om los van het hoofdkantoor ook bijkantoren te hebben? Jawel, dat is echt wel bewezen. Dat kunt u ook merken aan de drukte die we, omdat we nu een verlenging hebben van de BZV en de BASO vanwege de vervaldata in december. De drukte en ook de aanvragen die binnenkomen voor restitutie. De mensen zijn blij dat ze niet helemaal naar de stad hoeven te komen. En dat ze gewoon in hun wijk, in hun district kunnen indienen. En
van de dienstverlening kunnen genieten wat SZF biedt. En op welke plaats zou u dan dit geven, aangezien u ook aangeeft dat ja, het nodig was? Wat zijn die reacties vanuit het veld zelf over de bijkantoren van het SZF? Ik krijg wel goede reacties van de mensen. Ze zijn heel blij. Tot nu toe hebben we goede reacties. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties. In de verschillende ziekenhuizen in ons land heeft SZF units geplaatst. Ook hier is er gedacht aan de belangen van alle SZF-verzekerden. Hardayal legt uit wat beoogd wordt met de units in deze ziekenhuizen. Bij de units kunnen de mensen, vooral de basoverzekerden, moeten daar terecht. Voor elke opname moeten ze dan een garantiebrief daar ophalen. En dat gaat dan vlotter. Ze dienen hun stukken in of het ziekenhuis dient voor hun in. Dan krijgen zij de garantiebrieven via de unit. De unit is een tussenpost. Die regelt al de zaken via de medische dienst. En dan hoeft de verzekerde niet per se naar de medische dienst te komen. Ze krijgen hun garantiebrieven via de unit. Voor de opnames, voor lensimplantaties, voor andere operaties ook. Ook de ontheffingen van medicamenten. Wij zorgen ook ervoor dat de aanvragen voor baso, pasgeborene baby's, ook via de unit gaat, zodat die baby dan gelijk ook voor een taartje beschikt. En restitutieaanvragen ook, doen we ook, maar dat is voor het personeel, hè? Van AZP en LH. Ook daar hebben deze units hun diensten bewezen, kunnen we zeggen. We streven naar meer en we gaan ook naar meer. We gaan bijvoorbeeld nu ook beginnen bij LH-unit. Om de zwangeren die nog niet verzekerd zijn en die zich aanmelden op de poli van Slans Hospitaal, de zwangerenpoli, dat die dan niet helemaal naar hoofdkantoor hoeven te komen. Die kunnen dan hun stukken indienen bij de unit en zo kunnen ze beschikken over een kaart. Wanneer zijn deze units geopend in de ziekenhuizen? Ze zijn geopend in augustus 2016. We zijn begonnen met AZP. Toen is geopend RKZ, LH en daarna DH. En daar als laatste is geopend ook in Nikeri. Nikeri ziekenhuis. Heeft u tot slot nog wat toe te voegen ten aanzien van de SZF-kantoren en de units? Ik zou zeggen dat men gewoon gebruik moet maken van onze kantoren. We zijn geopend van 7 tot 3. De kassa is bij ons geopend gewoon tot 2:30. Men kan restitutie aanvragen ook indienen tot 2:30. En we hebben ook een kantoor in de Maratrette Mall. Die is geopend van 9:00 AM tot 5:00 PM. En daar is de kassa geopend tot 16:30 PM. Uw aandacht voor de aangepaste kassatijden voor SZF premiebetaling over de maand december. SZF hoofdkantoor aan de Frederik Derbystraat. Op maandag 24 december is onze hoofdkantoor geopend van 7:30 AM tot 1:00 PM in de middag. Donderdag 27 december van 7:30 AM tot 5:00 PM in de middag. Op vrijdag 28 december van 7:30 AM tot 1:00 PM in de middag. Op maandag 24 december is onze SZF unit in de Maratrette Mall gesloten. Op vrijdag 28 december is hij geopend van 9:00 AM tot 1:30 PM in de middag. SZF kantoor Nikeri aan de RP Barrowstraat is op maandag 24 december van 7:00 AM tot 1:30 PM in de middag geopend. En op vrijdag 28 december van 7:00 AM tot 1:30 PM. SZF kantoor Quatta aan de Quattaweg nummer 609A
en SZF-kantoor Lelydorp in Diragandiweg 500 zijn op maandag 24 december van 7 uur 's morgens tot 1:30 in de middag geopend. Op vrijdag 28 december zijn beide kantoren van 7 uur 's morgens tot 12:30 in de middag geopend. SZF-kantoor Kommerwijne, Oost-West-Verbinding BR 57 en SZF-kantoor Kommerwijne Tamarillo Serie E nummer 10 zijn op maandag 24 december van 7 uur 's morgens tot 12:30 in de middag geopend en op vrijdag 28 december van 7 uur 's morgens tot 12:30 in de middag. SZF-kantoor Saramaka aan de Palulula nummer 26 is op maandag 24 december van 7 uur 's morgens tot 12:30 in de middag geopend en op vrijdag 28 december van 7 uur 's morgens tot 12:30 in de middag. SZF-kantoor Mungo Rooseveltlaan nummer 13 is op maandag 24 december van 7 uur 's morgens tot 2 uur in de middag geopend en op vrijdag 28 december van 7 uur 's morgens tot 10:30 's morgens. Let wel, op maandag 31 december zijn alle SZF-kantoren, inclusief de SZF-hulpapotheken en apotheken, gesloten. En nu een overzicht van de gewijzigde openingstijden van de SZF-hoofdapotheek en hulpapotheken. Houd u de wachtdienstregeling voor dit weekend in de gaten. Dit doet u via het SZF service nummer 148, de SZF website, de SZF Facebook pagina, de lokale dagbladen, maar ook via de SZF mobiele applicatie. De wachtdienstregeling, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Heeft u vragen over dit programma? Bel naar de afdeling voorlichting en klantenservice op het nummer 477-101. Toestel 284-414. Voor meer informatie over de SZF-voorzieningen, belt u met de afdeling klantenservice op het nummer 477-101, toestel 281 of 283. Namens afdeling FA wensen we jullie allen een vrolijk kerst en een voorspoedig nieuwjaar. Ho, ho, ho. Merry Christmas en een Happy New Year. Ho, ho, ho. Namens de sectie verplichtverzekerden wensen wij u een vrolijk kerstfeest, een zalig uiteinde en een gezond 2019. Aan ieder fijne feestdagen, zalig uiteinde en een gelukkig 2019. Namens de afdeling overige declaraties wensen wij u fijne feestdagen, een zalig uiteinde en een gezond 2019. Wees heel erg lief voor elkaar. Namens de afdeling mis, Merry Christmas en een gezegend en gelukkig 2019 toegewenst. Merry Christmas en een Happy New Year from us to you. Ik wens aan ieder fijne feestdagen, een zalig uiteinde en een gezond 2019 toe. En vooral voorzichtig met bonen. Namens Miljard Quarta wensen wij iedereen een vrolijk kerst, een zalig uiteinde en een productief 2019. Namens de afdeling declaraties wensen wij iedereen een vrolijk en liefdevol kerstfeest en een zalig uiteinde. Happy New Year! Namens de derde controle wensen wij jullie vreugde, vrede, liefde en gezegende kerst en Merry Christmas! En een Happy New Year! Merry Christmas en een Happy New Year! Merry Christmas! En een Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Vrolijk kerst! Slamet Hadi Natal! Sweet Christmas! Shubha Yasar! Merry Christmas! En een Happy New Year! Namens de sectie klantenservice wensen wij de totale gemeenschap fijne feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar. En ook in 2019 blijft u verzekeren bij uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds. I wanna wish you a